zondag 15 oktober. Wij gaan Alfama verlaten op weg naar Coimbra. Laatste blik op het appartement. Sluit de deur, sleutel ligt op tafel, onherroepelijk weg. Terwijl Lissabon zich klaarmaakt voor de marathon, zitten er een paar duizend mensen aan boord van dit cruiseschip. De marathon en de halve marathon van Lissabon worden vandaag gelopen. Start om 10:30 aan de Atlantische kust. En ook dit cruiseschip is goed voor een paar duizend bezoekers aan Lissabon. Contrast met cruisevaart Weelde. De eis voor een minimumloon van 600 euro. Vlak voorbij het Militair Museum vermoed ik dat dat station Apollonia is. Oudste station van Lissabon. Snel ging dat allemaal niet. In 1844 begon men met het plannen van een station, dat uiteindelijk pas in 1865 klaar was. De eerste treinverbinding kwam weer 8 jaar later, in 1873. Slow traveling met de stoptrein naar Entrocamento en dan overstappen naar Coimbra. Een van de gebouwen die gerelateerd is aan de expo van 1998. Industrieel Portugal, tot nu toe het meest voorkomende landschap tijdens deze treinrit. In the middle of nowhere, het station van Setiel, een dorp met amper 30 inwoners. Het station is vooral van belang als overstapstation tussen de Noord-Zuidlijn en de lijn naar het oosten. Santa Rai. Dat is een wat grotere neergezetting. Niet te zeggen een stad. Santa Rijm is een stad met zo'n 65.000 inwoners. En een geschiedenis die teruggaat tot voor onze jaartelling. En weer met mooie tableautjes, hè? Entrocamento. Hier wachten we op de trein naar Coimbra. En dat duurt even, dus we kunnen op verkenning. Met zijn circa 20.000 inwoners is letterlijk een spoorwegstad. Gesticht midden 19e eeuw met het oog op de aanleg van het Portugese spoorwegnet. Sinds 2007 is hier het grootste Portugese spoorwegmuseum gehuisvest. De naam van de stad betekent letterlijk kruispunt. Wederom tussen de Noord-Zuidlijn en een lijn naar het oosten. Voor veel treinen een verplichte tussenstop. En mede daarom verkeerde beroemdheden als Hans Christian Andersen in de stad. Start flaneren door een slaperig Entrocamento. De kerk van Entrocamento.
En wij maar denken dat hij oud is. Hij is gebouwd rond 1937 en ingewijd in 1940, deze kerk. Spoorwegmonument. Ooit zou hier een oude stoomlok gestaan hebben, maar het lijkt erop dat die in 2005 is weggehaald. Wellicht verplaatst naar het Spoorwegmuseum. En verder gaat de reis weer in een bijna lege trein. Pombal, een pittige stad. Er worden zelfs markiezen naar vernoemd. De markies van Pombal, bekend van de wederopbouw van Lissabon na de aardbeving van 1755 en een tijd lang de machtigste man van Portugal, overleed hier in 1782. Ja, dit is niet de Mondago, die zijn we net gepasseerd, maar we zijn wel in Coimbra. Niet zomaar binnenrijden. Coimbra beschikt over twee grotere stations, A en B, en we doen ze beide aan. Vanuit Coimbra B terug. En dan waarschijnlijk afslaan naar de stad. De laatste kilometers naar de Brabantstad. De grote rivier van Coimbra, Mondago. Coimbra.